Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe video. Ik had eventjes niet echt een goede intro kunnen maken, maar ik heb vandaag een ad hoc vlucht naar Noorwegen. En een ad hoc vlucht is dus dan, heeft een bedrijf, in dit geval Toyota, heeft het toestel afgehuurd. Dus er zijn alleen maar passagiers die te werk zijn bij Toyota. En die gaan wij vervoeren terug naar Noorwegen. Die hebben een congres gehad in Nederland. Dus die zijn met een hele grote groep, 111 mensen, in Nederland 2 dagen geweest. Die gaan nu weer lekker terug naar Noorwegen. We hebben dan een iets andere service. We doen dan niet de à la carte service met de menukaartjes uit de stoelzakken. Het bedrijf heeft dan van tevoren aangegeven van, vandaag hebben we bijvoorbeeld broodjes kip en met sausje en kaas tomaat. En de bar is open, dus gewoon drinken. Alles kunnen ze bestellen bij ons. Dus dat is super leuk. Ze noemen dit ook ad hoc vluchten, dus geen vakantievluchten om eventjes zo te zeggen. Het loopt echt uiteen. Het kan een voetbalteam zijn, mensen die veilingen hebben. Soms blijft de crew dan daar ook overnachten. De bedrijven kunnen echt bepalen waar ze zelf heen willen. Want normaal gesproken vliegen wij niet vanaf Rotterdam op Noorwegen. Dus in dit geval dan wel. Omdat zij natuurlijk ons hebben afgehuurd en zijn naar Noorwegen moeten. We gaan vertrekken. Er is andere catering gekomen, we hebben andere kannen. Normaal, zoals jullie weten, hebben we de zilveren kannen hier staan. Die laat ik zo eventjes in de lucht zien. Daar hebben we nu blauwe en grijze voor. Normaal gesproken doen we 1 koffiezakje of een theezakje per passagier. Nu doen we dat in grote kannen, dus dat werkt allemaal een beetje anders. De broodjes zijn afgekocht, de bar is open, dus mensen kunnen lekker koffie, thee, alcoholische dranken bestellen bij deze vlucht. Maar dit verschilt echt per elke vlucht. Ik ga dadelijk eventjes lekker zuurkool eten, want dat moet ook gebeuren. Dus ik ben uit stand-by opgeroepen. Dat was wat minder leuk, maar toen ze zei je gaat lekker naar Oslo en je hebt een ad hoc vlucht, had ik er helemaal zin in. Ze zijn onderweg terug, zoals je ziet. Het hele vliegtuig is leeg. Ik ga even mijn brakje eten. We hebben zuurkool mee vandaag. Lekker, lekker. Dus ik ga lekker smikkelen. Ik zit nu wel gewoon lekker op de passagiersstoel. Dus ik ga eventjes lekker mijn brakje eten. En dan hebben we eigenlijk zo goed als anders al afgesloten achter. Dus dat hoeft ook niet meer. Dus nu kunnen we gewoon even lekker voor onszelf gaan chillen. En lekker even kletsen en eventjes eten. Dus dat is altijd wel heel lekker. Ik vind het dan wel weer jammer, weet je wel, dat we geen service doen of geen passagiers terug hebben. Maar zo voor een keer is het leuk. Maar bijvoorbeeld in coronatijd hadden we dit best wel vaak. Of dat je maar 4 passagiers had. Dat vond ik heel heftig. Maar ja, eigenlijk zoals nu, dan bereid je je daarop voor. En is het ook eigenlijk wel heel erg lekker. Daar mag ik echt niet over liegen. Dus ik ga lekker eventjes mijn zuurkool eten. En dan nog eventjes met mijn collega's kletsen en lekker eventjes genieten van geen, gewoon werken wel, maar lekker even chillen. Ik ben trouwens morgen ook al opgeroepen, want ik had donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag had ik ze erbij. Dus nu vrijdag. Gisteren ben ik niet gebeld. Vandaag was ik dan wel gebeld voor deze vlucht. Morgen ben ik helaas opgeroepen voor een Grenoble, Kopenhagen, Grenoble en dan weer terug. Dus een hele lange dag. En zondag is ook al ingepland. Dan ga ik naar Salzburg. Dus het is best wel eventjes weer druk. Maar maandag en dinsdag ben ik vrij. En dan vanaf woensdag moet ik weer werken en dan heb ik de vlucht vanaf Amsterdam en dan ga ik naar IJsland en daar ben ik ook nog nooit geweest, dus daar heb ik ook super veel zin in. Dus ik ga weer lekker genieten van mijn week werken, want daar heb ik echt wel weer zin in. Zoals je hoort en ziet, zijn in de lucht, het toestel is gewoon helemaal leeg en dat voelt wel een beetje raar. Ondanks dat zitten, zoals je ziet, de bagagevakken ook allemaal dicht, want we moeten natuurlijk wel gewoon werken zoals we normaal ook gewoon werken. Het was net een beetje een rare intro, want ik stond ineens in Noorwegen en het was allemaal heel hectisch. Dus vandaar
lekker dat ik eventjes... Nu ben jullie terug, Ron. Ik was dus vanmorgen opgeroepen voor een ad hoc vlucht naar Oslo. En nou ja, zoals je eigenlijk op de hoofdsteuntjes ziet, gaat het om een bedrijf van Toyota. Zij waren hier eventjes 2 dagen en hadden een congres. De service die wij dan hebben verleend daarnet, ja, ik was gewoon echt best wel druk bezig, dus kon dit ook niet filmen. Daarnaast zijn het ook gewoon zakenmensen die ook gewoon verwachten dat de service gewoon goed verleend wordt. En natuurlijk als je als passagier op vakantie gaat, dan verwacht je dat ook. Dus ja, vandaar dat ik gewoon eventjes 100% op mijn werk moest richten. De catering die kwam via deze deur naar binnen. Die doen dan een soort van plateautje neerleggen. En dan brengen zij de trolleys aan boord. De krulwatertrolley, de draaistoor. Hier zaten alle broodjes in. Dan hebben we hier ook nog allemaal extra dranken en nog meer dranken. Op deze vlucht verkochten wij dus geen warme snacks. Die hadden ze tevens wel beladen, dus natuurlijk mocht er iemand dat willen, dan hadden we dat kunnen opwarmen. Maar Toyota zelf had een bestelling afgenomen. Dit was of broodje kip of broodje kaas tomaat. En nogmaals, een open bar. Vervolgens werd de bak opgebouwd. Nou, die kwam dus aan boord. En die was al opgebouwd. Ik ga er even eentje laten zien. Zoals je ziet, hier hebben we ook nog 2 boxen. Dat zijn anders dan de trolley. Ik ga deze ook eventjes hier eentje laten zien. Deze kunnen we erin schuiven. Mogen we natuurlijk niet open laten staan als we de service doen. Want mocht het turbulent worden, dan is het eigenlijk best wel gevaarlijk. Ook al zitten hier bekers in. Nu is het een beetje een rommeltje. Normaal gesproken wordt het best wel netjes geleverd. En zorgen we natuurlijk met z'n allen ervoor dat het ook een beetje netjes blijft. Hier zit de koffie- en theebox. Die hebben we normaal niet aan boord. Maar omdat het een ad-hoc vlucht is, hebben we die wel. En deze was dus al een klein beetje opgebouwd. Met een blauwe kan. Deze is voor de koffie. En een grijze kan. Deze is voor de thee. Dus normaal gesproken hebben we deze kannen aan boord waar wij heet water in doen. Maar voor nu hebben we dus hier zakjes koffie al in gedaan. En schenken we dus lekker koffie uit. In deze doen we een theezakje en schenken we direct thee uit. Dus daaruit mogen mensen gelijk kunnen we dat verdelen. De bakken die bouwen we dus ook anders op. We zetten op deze bak, sorry voor het is een beetje een rommeltje, dat gaan we zo nog eventjes opruimen. Maar op deze bak staan de bekers, doen we blikjes. In plaats van dat we een blikje helemaal geven, wat we bij een normale service wel doen, maken we het hier open. Schenken we er lekker een glaasje uit en dan serveren we het glaasje. En hetzelfde geldt met koffie. Lekker koffie uit de kan en biertjes dat geven we wel gewoon natuurlijk uit een blikje. Wijntjes kunnen wij ook gewoon helemaal serveren. Maar als het om frisdrank gaat of water, dan maken we hem eventjes netjes open en dan serveren we het gewoon netjes uit. Mocht de mensen meer willen, dan kan dat natuurlijk, want wij hadden bij deze een open bar. Ik ga het eventjes weer naar boven doen. Dan gaan wij zo meteen eventjes netjes opruimen. Zo meteen bergen wij het allemaal eventjes op. En zoals je ziet, hebben we hier een schuifje. Die doen we naar beneden, want zo zit het kastje helemaal dicht. En als je hem zo hebt, dan kan die toch nog wel eens openschieten. Dus allemaal veiligheid. Dus dat is altijd wel heel erg prettig. Voor de turbulentie, ik ga eventjes nog de kannen weer opruimen. Nou, dit is eigenlijk een beetje hoe het anders gaat. Ook hebben we geen sales trolley aan boord, omdat we de sales op ad hoc vluchten niet doen. En verder zo te denken is eigenlijk alles wel een beetje hetzelfde. Ze doen geen sales, maar ja, net een iets andere service vind ik heel leuk. Want je kan gewoon ook echt service geven. Andere service, wat meer service verlenen. Want willen mensen nog een beetje wat drinken, dan kan je dat gewoon lekker gratis aanbieden. En anders moeten ze daar natuurlijk voor betalen. Maar het voelt een soort van toch wel wat fijn als je gewoon iemand net een extra kopje koffie kan geven. Of ja, dat voelt gewoon best wel, ja, gewoon lekker de mensen inpemperen. En ook al doe je dat natuurlijk wel altijd al, dan is dit toch best wel, toch wel wat leuker. Ondertussen loop ik eventjes naar voren. En dan check ik altijd, ook al zijn er geen passagiers aan boord, of alle haakjes gelokt zijn. Dus ook deze, die daar beneden.
Omdat ja, we willen natuurlijk niet, als we zelf ook moeten evacueren, dat we er niet door kunnen. Maar, nou ben ik nog blij, want sommige vluchten zijn de mondkapjes eraf. En zoals vandaag in Noorwegen zijn de regels van, nou, dat mensen geen mondkapjes meer hoeven te dragen. Dus dan hoeft dat ook op de vlucht niet. Ik ga niet zeggen op welke vlucht wel, welke vlucht niet, want dat kan natuurlijk echt per dag veranderen. Maar ja, voor nu hoefden wij dat niet. Het is de eerste keer dat ik zonder mondkapje kon werken en ik was zo gelukkig. Ik kon weer gewoon, ik was weer helemaal blij, gewoon helemaal leuk, helemaal. En ik moest wel even opletten, want ik merkte dat ik de laatste tijd een beetje met mijn mond wat meer open had. En dat, ja, dat kan nu natuurlijk niet meer. Ik ga lekker voor mijn collega's zitten en dan zijn we al bijna goed dan. Dan ga ik om een uurtje of 9 lekker naar de sportschool. Het is nu 8:30. Ga ik nog eventjes een koffietje drinken en eten. Morgen moet ik wel al om 11:00 weer op de airport zijn. Helaas. Op zaterdag of vrijdagavond. Morgen zaterdag. Maar dat geeft niet. Want we vliegen met 2 leuke collega's waarmee ik vandaag ook heb gevlogen. Ik vond het echt leuk om zo'n vlucht te doen. Nogmaals, het is wel een beetje anders. Maar uiteindelijk, weet je, het vliegen blijft hetzelfde. Flight safety blijft hetzelfde. Ik vond het gewoon leuk om een keer Noorwegen werkend aan te tikken. En morgen ga ik van Grenoble, van Rotterdam naar Grenoble, naar Kopenhagen, naar Grenoble, naar Rotterdam. Ja, dat wordt goed. Zo. Het gaat een lange dag worden. Een hele lange dag. Dus peace out. Even sporten. En dan misschien dat ik jullie morgen zie. Maar ik moet heel eventjes kijken. Hoe mijn dag een beetje verloopt. Dus see you. Hallo lieverds, nou gisteren hebben jullie me kunnen volgen in mijn ad hoc vlucht naar Oslo en nu ben ik weer lekker thuis. Ik ben momenteel in mijn nieuwe huisje, hiervoor krijgen jullie helemaal nog een home tour als jullie dat leuk vinden, want super veel mensen hadden daarnaar gevraagd, maar mijn huis is nog niet helemaal af dat ik denk van nou leuk, dat gaan we doen. Ik heb een pakketje van Chiquelle binnengekregen en zij waren eerst een bedrijf alleen in Zweden en nu zitten ze ook hier in de omgeving, volgens mij ergens in Europa of zelfs in Nederland. En heb ik 4 shirtjes besteld, want ik dacht, ik heb shirtjes nodig. Dus die ga ik met jullie eventjes unboxen. En dan laat ik ze aan jullie zien. Hier in ieder geval de website. En de linkjes van de items, die plaats ik hier beneden. Zodat jullie die uiteraard ook kunnen bestellen als je dat leuk vindt. Ik deel met jullie alvast eventjes de kortingscode die jullie kunnen gebruiken. En hier nog een keer de website. Dan ga ik ze eventjes aantrekken en dan ga ik ze lekker aan jullie laten zien. Oké, jongens. Nou, ik heb mijn eerste shirtje aangetrokken en I love dit, echt. Wacht, ik ga eventjes dit op een statief zetten, zodat jullie het goed kunnen zien. Oké, jongens, ik heb het gelijk eventjes aangetrokken, want ik wou het eerst eventjes passen. Ik weet, normaal praat ik eerst over de items, maar dit topje, I can't. Ik wou het gelijk laten zien. Ik dacht, ik ga het niet meer uittrekken. Ik laat gewoon alle items eigenlijk direct zien. I can't. Dit topje. Hoe leuk is dit voor zomer festival, avondje uit. Trasje. Ik ga zo wel eventjes mijn colbertje erbij pakken, want zo zou ik hem ook combineren. Maar dit is toch leuk? Ik heb hem eventjes iets omlaag gezet, want dan kunnen jullie het zien. Ik heb hem nu aan met een pantalon. Maar dit topje, jongens. Ik vind dit geweldig. En het stofje is lekker. Ik draag hier van maat S. Ik moest eventjes uitvogelen hoe dit nou aan moest. Van de achterkant zit hij. Dus ook zo. Oh, dit vind ik leuk. Ik ga even een colbertje pakken, want let op. Mocht je het iets te bloot vinden, wat ik snap. Oh, guys. Dit is leuk. Ja, nu draai ik een rondje, maar het gaat eigenlijk om de top. Ik vind het echt leuk. Voor een avondje uit. Eigenlijk wel voor alles. Leuk voor een festival of een feestje 's avonds. En dan denk je, woehoe. En dan heb je gewoon een party outfit. En wat ik ook leuk vind is de... Ik doe een jas of een colbertje over mijn schouders. Ik doe hem niet aan of doe hem niet uit. Maar kijk. Ja, ik ben helemaal happy. En nogmaals, ik draag hier een S van. Het is wel stretchy, maar mocht je twijfelen,
doe dan een maatje groter, want ja, dit zit best wel strak en dat rekt niet echt mee, maar dit rekt echt mee. Maar ja, mocht je twijfelen, zou ik toch zeggen, size up, ik denk dat dit mijn favorite black top is at the moment. Mocht je hem willen bestellen, kijk eventjes hier beneden. En nog zo'n super leuk topje. Ik heb eventjes mijn zwarte pantalon aangelaten, omdat ik het denk ik op zwart zou dragen. Ik moet heel eventjes kijken ook wat voor top of BH hieronder doet, want daar was ik nog niet over uit, maar ik dacht ik laat hem alvast zien. Dit is een soort van ook ja, blouse-achtig topje. Kan je heel leuk aan de voorkant knopen. Misschien ook leuk om over je bikini aan te doen. Dat is echt ook super leuk. Dat vind ik leuk. Dacht ik laat het gewoon weer eventjes bij All Black. Deze heb ik in een maatje M besteld. En die hadden ze in twee kleurtjes. In zwart, wit, gebroken wit of beige. Of groen was er ook nog. Wat er nu nog op voorraad is, dat weet ik niet. Maar dit is het tweede linkje in de beschrijving. Het is natuurlijk wat bloter, om eventjes zo te zeggen. Dus deze zou ik minder snel overdag aandoen. Kan natuurlijk wel, als je hier nog een superleuk topje onder doet. Zo'n bralette topje, denk ik echt dat het superleuk is, ook gewoon op zo'n zomerse dag. Ik zou denk ik meer zo dragen voor uitgaan en anders lekker een bikinietje eronder aandoen. Met zo'n ja, wijde en witte broek is ook echt geweldig. Deze zit ook super lekker. Je kan hem ook, maar dan moet je eventjes op internet zoeken, want dat kan ik nu even niet voordoen. Kan je hem, nu heb ik hem gestrikt, maar dan kan je hem dus door je top doen, door wat je hieronder draagt. Kan je hem ook heel leuk knopen en ja, ik loef dit. Outfit nummer 3. Super leuk topje. Nu wat lichter in plaats van all black. Deze draag ik dus, een, als je het kan zien, een boyfriend broek. En vind ik super leuk om mee uit te gaan, denk ik. Dan zou ik hem dus op een spijkerbroek dragen met sneakertjes. En dan denk je, waarom mij te bestellen ze voor Bichiquel? Omdat zij mij altijd verbazen met de kwaliteit. Nu weer een wit shirtje. Bij 9 van de 10 zaken gaat het doorschijnen. Maar deze kwaliteit is gewoon echt dik. Dus ook weer een soort ribbeltjesstof. En deze draag ik ook in maat S. En wat ik hier leuk aan vind is die rug. Hoe leuk. En dan van de voorkant is het eigenlijk al een hele drukke top. Maar die achterkant maakt het wel echt helemaal af. Het enige nadeel is dus dat je hier geen BH onder kan dragen. Of je moet nippelcovers opdoen. Of ik weet niet. Oh ja, die plak BH's aan de voorkant. Die bestaan ook nog. Dan is dit toch een geweldige top. Ook weer super leuk voor aankomende festivals. Als het dan wat kouder weer is. Lekker avondjes stappen, lekker met het meiden op het ras. Nou, ik voel deze top, I love it. Ik denk dat Chiquelle wel een van mijn favoriete winkels is. En ze leveren snel, retourneren gaat makkelijk. Ik ben echt heel happy de peppy weer met deze kleden. Dus ik ga ze allemaal lekker houden. Dan ga ik mijn laatste top aan doen en dan kom ik zo weer terug. En de last but not least, ik wou zeggen de vierde item. Ik dacht vier, maar ik zei last but not least. Dat is gewoon hoe mijn hersenactiviteit af en toe werkt. Dit blouseje, hoe cute. Ik zou hem dus ook echt dragen op een witte broek. Deze zit trouwens niet zo heel lekker in mijn broek. Mijn blouse wel, daarentegen. Een beetje een satijnen blouse. Met pofmouwtjes en heel leuk deze knoopjes. Deze draag ik volgens mij in maat M, omdat ik bang was dat hij anders te kort zou zijn. Maar hij hoort oversized, dus niet dat je denkt je hebt de grote maat besteld. Hij hoort oversized. Ook deze hadden ze volgens mij in verschillende kleurtjes. Link vind je als vierde beneden. Super leuk ook. Ik hoop dat jullie het leuk vinden als ik af en toe wat shoppinghauls doe. Omdat heel veel mij vragen waar ik mijn kleding vandaan haal. De home tour die komt er binnenkort aan. Want heel veel mensen vroegen of ik een home tour wil doen. Nou, zoals je ziet, mijn nieuwe bank. Ik heb nou 3 nachtjes in het nieuwe huis geslapen. En ik moet zo wennen aan al die geluiden. Maar binnenkort als alles een beetje af is, dan laat ik het zien. Want net als het al grijs daar. Het is echt nog super mooi. Maar waarschijnlijk ga ik dat allemaal vervangen. En dan vind ik het leuk om
eigenlijk een beetje te laten zien wanneer het een beetje af is. Dus dat ga ik dan doen. Sorry dat mijn video wat later kwam, want ik heb het gewoon eventjes heel erg druk momenteel. Vlieg wat minder, ik was bezig met mijn verhuizing, veel modellenwerk. En ja, alles is weer open, dus de events zijn er ook weer en zo. Dus vandaar dat ik ja, eventjes wat minder heb gepost. Maar ik zou de aankomende week weer lekker gaan vloggen. En mocht je het nou leuk vinden, abonneer dan op mijn kanaal. Geef een likeje aan deze video en reageer eventjes wat leuks hieronder of wat vragen. En mochten jullie het nou leuk vinden, als ik verder ga ook op TikTok met vloggen, laat het me alsjeblieft eventjes weten. Want daar zat ik nog eventjes over te twijfelen. Dus hebben jullie mening nodig, want jullie moeten tenslotte kijken. Want ik vind het superleuk om voor jullie video's te maken. Dus abonneer eventjes, want dan krijg je als eerste een video te zien. Die komt er zo snel mogelijk aan. En dan zie ik jullie volgende video.